Welkom, dames en heren. Aankomend weekend is het eindelijk weer tijd voor een Nederlander in de UFC. We hebben er lang op moeten wachten, maar uh, ja, dit weekend is om één uur s'nachts op HBO Max te zien... ...het debuut van Reinier de Rinner, de Dutch Knight, of uh, in Amerika is hij al omgedoopt tot RDR, heb ik gehoord. Uh, Reinier, hartstikke bedankt Hello. voor je tijd. Hoe gaat het met je? Ja, gaat goed. Een beetje... Uh... Weinig uh, voedsel binnengekregen de laatste dagen, maar verder red ik het Ja, ik had al uh, zo'n vermoeden dat het niet veel voeding binnen zou komen. Uh, ze helpen me heel goed met de uh, weightcut. Um, ik ben al een paar weken hier in Las Vegas um, om een beetje te acclimatiseren en zo. Ja, en, uh, Ja, gaat allemaal lekker. Ja, hoe gaat dat uh, acclimatiseren? Want volgens mij ben jij een uh, broodnuchtere Hollandse gozer, om het zo maar even te zeggen. En, uh, Zit je in de, in de week van de verkiezingen ook nog? Zit je in uh, Las Vegas? Hoe, uh, hoe is dat contrast met Nederland? Is het echt zo chaotisch daar zo? Ja, het is sowieso heel chaotisch. Het is heel, het is, uh, zeg maar, een mooi voorbeeld is als je op parkeerterrein aankomt rijden, dan staat de muziek keihard aan. Dus je moet uh, 24-7 zoveel mogelijk geprikkeld worden hier. Ja. Um, maar van de verkiezingen hebben we eigenlijk niks meegekregen. Dus dat is, uh, dat is wel typisch. Uh, ja. Hier, ik denk dat we drie mensen met een Trump-vlag hebben zien zwaaien. En uh, op de sfeer kwam uh, Kamala Harris af en toe langs. Maar hier is echt niks, uh, verder niks gebeurd. Nou, beter. Lijkt me voor jou ook ja. beter. Kan je je focussen op de echte belangrijke zaken? Ja. Um, is... En ik, heb dus, um, ik ben op tijd gekomen omdat er veel tijdverschil is en zo. En ja. uh, het is heel droog. Dus het is echt wel lekker om even een beetje te wennen hier zo. Ja, en hoe gaat dat nu met slapen? Gaat dat nu dan wel weer goed? Ja, dat is allemaal oké. Okay ja, ja. Okay, nou Goed om te horen Ik wil het zo ook nog heel eventjes over de weightcut hebben ja Sorry, ik kan er niet aan ontkomen ja, um, niet. Ik hoorde je <coughs> Gisteren tijdens de Media Day uh, interviews Hoorde ik jou zeggen van uh, Las Vegas, heel leuk en aardig Maar uh, Het is nog niet echt de plek om mijn kinderen mee naartoe te nemen Wat is uh, <laughs> Kan je me daar een voorbeeld van geven van wat je hebt gezien Waarvan je denkt van nou, dit is niks voor mijn kinderen Nou ja, het is niet echt een stad om te leven uh, Nee het is... Nee, het is volgens mij heel erg uh, voor toeristen leuk um, die echt komen gokken. Maar voor de rest is het is geen plek om, uh, om altijd te verblijven, denk ik. Nee. Um, maar we kijken wel een beetje om wat langere tijd ergens uh, misschien uh, te trainen. Dus uh, uh, ja. om de kindje mee te nemen, misschien een een halfjaartje of zo uh, ergens uh, ja. blijven. En dan is uh, Florida misschien wel uh, wat beter geschikt. Lijkt me geen toeval dat Henry Hoofd daar zit. Ja, precies. Dus dat is top. Maar en ook uh, qua leven is daar ook echt wel veel, veel fijner dan hier. Ja, een stuk minder droog ook volgens mij daar zo. hey um... nee, lekker weer. Altijd ja. lekker weer. Aardige mensen. Ietsje meer, ietsje normaler allemaal dan hier. Dus, uh... Precies. Wat meer uh, passend bij jou. Ja. En uh, dus als ik het zo goed hoor, hè, want je moet natuurlijk. Uh, ja... Eerst uh, nog maar eventjes tegen Gerald Meerschaart vechten. Natuurlijk, aankomend weekend. Maar als ik het zo goed begrijp. zou je wel graag bij Henry willen gaan trainen. na dit gevecht. Dat was nu natuurlijk lastig. Ja, dat, yeah, dat... dat was lastig. Ja, ik ja. ja, moet even kijken hoe het allemaal. Is. Er zijn natuurlijk een hoop. Uh, uh, dingen die ik dan moet regelen. Maar dat is wel waar we naar kijken. Oké, okay. nou ja, dat zou fantastisch zijn, natuurlijk. Over aankomende zaterdag. Dan uh, staat natuurlijk uh, Gerald Meerschaart tegenover je. Nou ja, de. Uh, Gemiddelde MMA-fan die denkt bij Gerald Meerschaert aan uh, grappelen. Nou, jij bent ook een grappler. Vaak zie je uh, twee goede grapplers die gaan staan met elkaar. Uh, maar ik hoorde jou tussen neus en lippen door tijdens die Media Day-interviews. Hoorde ik jou zeggen: van: Nou, ik heb heel veel respect voor hem. Uh, hij vecht al heel lang in de UFC. Ik heb heel veel tape van hem bekeken. Maar ik zie wel dingen waar ik op kan anticiperen. Liggen die dingen waar je op kan anticiperen, ligt dat binnen het grappelen of meer bij het stand-up? Ja, overal. Hij, is heel, hij heeft heel typische dingetjes allemaal die hij eigenlijk al jaren doet. Uh, ik verwacht niet dat die er ondertussen uit zijn. Um, maar vooral met, uh, zowel met boksen, worstelen, als met je Ik heb ook een beetje met hem getraind, want ik ben al een paar keer daar geweest in uh, Miami. Ja. Dus ik weet, uh, ik weet eigenlijk best wel goed wat hij doet. Um, maar het doel is wel gewoon om te choken uiteindelijk. Ja, uh, ja want het lijkt, me. het lijkt me, je zei het ook al, hè, uh, a win is not enough. Uh, het lijkt me dat je een statement wil maken. Want wat, wat ik me voor kan stellen is: jij komt van One Championship. Ja, oké, okay. toen je er wegging ging, was je geen kampioen meer. Maar je wordt binnengehaald, je hebt daar twee belts heb je gehad. En je komt bij de UFC binnen en je moet op een Apex card vechten. Vind je dat niet een beetje respectloos? Oh, en nee, ik ben eigenlijk heel tevreden mee. Ik ben eigenlijk ja? heel uh, blij mee. Ja. En Gerald is ook echt een mooie uh, tegenstander om mee te beginnen. Um, omdat hij een veteraan is. Hij is best wel een naam, weet je wel. Uh, dus ik ben eigenlijk wel heel content. Mee. Ja, en, en, uh, en oké. Okay. Had je niet uh, liever uh, voor het grote publiek uh, bijvoorbeeld volgende week? Ik hoorde je een grapje maken over volgende week. Maar grote publiek, dat. Uh, ja, wie, vind... weet, wie weet wat er, uh, wat er in de pijplijn zit. <laughs> oké, okay. we houden het open. Nou, die weightcut laten we er dan toch even over hebben. Uh, ja, dat is natuurlijk altijd vervelend. Nou, de laatste keer gewicht gehaald is voor mij 2018 dat je dit moest halen. Ja, uh, van de... ja um, nou heb ik je ook horen zeggen van nou, een van de redenen waarom ik bij One wegging is omdat ik daar heel weinig aan vechten toekwam. Ik moest letterlijk smeken voor gevechten. Uh, nou, bij de UFC als je wil vechten, kan je heel veel vechten. Is het uh, voor jou realistisch om heel vaak op middleweight te gaan vechten? Ja, het is wel redelijk goed haalbaar. Ja? Dus ik moet wel gewoon... Ik moet uh, een beetje steady blijven diëten. Um, maar um, ook nu heb ik eigenlijk niet echt heel gek hoeven doen om, uh, om in de buurt te komen. En ik denk dat het ook met de weightcut uh, vanavond en morgenochtend redelijk makkelijk gaat lukken. Okay. Um, dus... Het is, is gewoon goed haalbaar. Ik ben redelijk gemiddeld voor een middleweight, denk ik. En ook de hulp van de PI is ook echt top. Dus ze uh, hebben de afgelopen drie weken dat ik hier ben, alle maaltijden willen ze voor je maken. Daar heb ik niet allemaal gebruik van gemaakt. Maar, uh, um, en deze week maken ze alle maaltijden voor je. Uh, ze regelen hoe je uh, af gaat vallen straks. Ze regelen hoe je weer gaat rehydrateren. Ja. Uh, dus uh, ja, ik hoef alleen maar te doen wat ze zeggen en dan komt het gewoon goed. Is dat, is dat een groot verschil met One? Hoe, hoe je begeleid wordt door de organisatie zelf? Yeah. <laughs> ja? Ja, ik, 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 ik zie je gelijk lachen. Dus ik merk een beetje dat het uh, daar zo uh, een beetje lekt aan de begeleiding van hun atleten. Ja, yeah, het is zo lekker als een mindshift. Oké, oké. Misschien kunnen we het er later nog een keertje uitgebreid over hebben. Even over uh, Nederland. Want je bent natuurlijk, Germain uh, is vorige week gestopt. Uh, ja. Jarno hadden we in de UFC. nou Die is helaas terug naar de tekentafel. Die, die komt hopelijk ook snel weer terug. Maar op dit moment ben je de enige Nederlander in de UFC. Uh, brengt dat een soort van extra druk met je mee? Of heb je daar echt scheid aan en ben je alleen maar bezig met uh, het trainen maar, Ik zeg niet heel erg bij stilstaan. Maar, um, ja, het is wel cool: in ieder geval dat ik, uh, dat ik Nederland mag vertegen vertegenwo vertegenwoordigen. Daar ben ik wel uh, trots op. En ik denk zeker dat er voor jou nog een kans is om terug te komen en opnieuw uh, wat dingen neer te zetten. Um, wij hebben bij Comer Brothers een hoop gasten in de pijpleiding. Dus hopelijk uh, uh, kunnen die de komende jaren ook wat stappen gaan zetten. Ja. Dus uh, wie weet. Ja, wie weet. Ja, het, het, het is uh, ja, niet om er extra druk om te leggen, Reinier. Maar het is wel echt, uh, het zou hartstikke lekker zijn als je wint. Want het zou inderdaad, uh, voor de jongens waar jij het over hebt die in de pijpleiding zitten, is de stap natuurlijk ook veel makkelijker naar de UFC toe als jij daar een beetje naam gaat maken. Dus, uh, maar dat moet goed komen. I hope we're not here to take part. We're here to take over. Yes, it ain't. Much if it ain't Dutch. Ben ik gewoon even tussendoor benieuwd. Heb je je walkout song al ingestuurd? Ja. Yeah. En wordt dat iets met een Nederlands tintje? Wil je dat überhaupt? Ja, de... zeker. zeker. Oké, okay, blijft die nog geheim tot zaterdag? Ja, um, ja? Oké, okay, laten we dat dan maar eventjes doen. Ik ben heel benieuwd nu. Dan zou ik zeggen: volgens mij heb jij veel belangrijkere dingen te doen op het moment. Uh, dan ga ik lekker. Uh, een paar stinkgasten in de hotelkamer op de telefoon te kijken. <laughs> Wat is dit? Het? Is dit het, joh? Ja. Voor de rest maak ik niet veel mee hoor. Oh, het wordt weer veel mooier gemaakt dan dat, dan dat het daadwerkelijk is uh, in die. Uh, vandaag is uh, in principe chillen tot vanavond. Uh, Weet dus ik, uh, ik, we gaan een beetje in een hotelletje rondlopen hier of uh, een beetje shopping mal of zo. Ja, uh, ja, ik wou zeggen, staat er nog wat op de planning, maar ik denk. denk Alle dat mededelingen wel... zijn gisteren geweest. Uh, ja. Vandaag is in principe gewoon rustig. Uh, Zorg dat ik uh, uh, een stuk van de waitcut doe vanavond en dan uh, morgenochtend wegen. Hoe laat is dat in de ochtend voor jullie dan, lokale tijd? Uh, om negen uur. Ah, oké. Okay. Dat is wel te doen. Dat is wel te doen. Ja, je, je zegt, ik heb al die media achter de rug. Ik, ik vraag me altijd bij jou af. Volgens mij ben jij altijd best wel een beetje ingetogen en niet echt fan van alle camera's en, en social media en bla, bla, bla. Maar je bent wel voor mij hartstikke grappig en een leuke gast. Het, ben je blij dat al dat media-gebeuren nu achter de rug is? Of heb je zoiets van, nou ja, ik vind het ook wel weer jammer, want het is ook weer een kans om Renier de Ridder aan het Amerikaanse publiek te laten zien? Nou, ik, vind, ik, ik was er. Uh, ik, en dat is echt iets wat ik me voorgenomen heb uh, sinds ik bij de UFC getekend heb. Ik probeer er allemaal iets meer van te genieten. Ik heb al, ja. al een, eigenlijk al een hele carrière als vechter gehad, natuurlijk. Van tent ja. naar uh, kampioen, dubbelkampioen. Alles verloren weer. Uh, weer opnieuw gewonnen. Dus, uh, en toen was ik altijd maar een beetje met het volgende bezig. En ik heb me iets, iets meer voorgenomen om wat meer van al die onzin eromheen te genieten. Iets meer van de mededingetjes te genieten. Iets meer te lachen. Uh, Iets, allemaal, iets, iets minder serieus te nemen. Dus ja, uh, yeah, ik vond het eigenlijk gisteren ook wel leuk. Dus, uh, Oké. Okay. Nou, top. Dan lijkt me dat een mooie, mooie gegeven om mee af te sluiten. Lekker genieten. Reinier, hartstikke bedankt. Heel veel succes aankomende zaterdag. Mensen thuis in Nederland, ga zeker kijken. En uh, dan spreken we elkaar hopelijk weer uh, na afloop, Reinier. Goed, dankjewel. Yes, jij bedankt. Bye. Doei. Hoi, hoi.